bij de warmtekrachtcentrale van de Staatsolie Power Company Suriname, SPCS, de Tulifo-kanaal, is er gisteren brand uitgebroken in een van de machinehallen. Dit had tot gevolg dat er een grote rookontwikkeling ontstond. De hulpdiensten van Staatsolie en de brandweer hebben erger kunnen voorkomen. Staatsolie meldt in een persbericht dat de brand vrij snel onder controle was. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. In de machinehal zijn er 4 machines die voor het opwekken van de elektrische energie zorgen. Een onderzoeksteam stelt een diepgaand onderzoek in naar de precieze oorzaak van de brand. Volgens Enid Bergval, Corporate Communication Manager, is de brand door kordaat optreden van de eigen hulpdiensten snel onder controle gebracht. De brandweer heeft geholpen met het nablussen.